Breda Nu. Je weet het meteen. Dit jaar werd de 8e editie van One Two Bowling georganiseerd in het bowlingcentrum aan het Chasséveld. Het was een sfeervol samenkomen. We zijn in 2010 begonnen. Met wij bedoel ik POB, waar ik voor werk. En Mel van One to Bowling, die op dit moment zelf aan het bowlen is. Of One to Trash, sorry. Zijn we het idee opgestart om een evenement te organiseren waarbij heel rock'n'roll Breda bij elkaar komt. Op neutraal terrein roepen wij dat altijd. Dus het is niemand zijn kroeg of niemand zijn podium. Of niet de repetitieruimte van een band. Of geen festivalterrein van een bepaalde organisatie. Dus iedereen is gelijk. Het ging heel lekker en ik zou eigenlijk niet meedoen. Want met 3x12 Breda hadden we al 4 mensen. Dus we hadden al een team. Maar de baan naast ons is zeg maar Popronde Breda. En die kennen we ook heel goed. En Auke en Ivo en Robin die ken ik ook van 3x12 Breda. Dus die zeiden nou, gooi met ons mee. Het kan nooit kwaad. We hebben ook al als 3x12 samen gebold. Helemaal in het begin, het eerste jaar. Dus ik dacht van nou, gewoon lekker meedoen. Ik ben het nou toch. Dus hartstikke leuk. Voor mij is het de derde keer. Kijk eens aan. Ja. Heb je enorm naar je zin uiteraard? Nee, het is ontzettend saai. Nee, het is superleuk. Dus ontspannen, bowlen, biertje erbij. Leuke muziek erbij. Hartstikke goed. Heb jij er gegooid? Ik heb er ook maar één gegooid, maar ja. Dat is even opwarmen. Maar, jij moest echt opwarmen. Ja, ik moest echt opwarmen. Jij gooit in het begin maar één pion. Ja. Volgens mij steeds eentje erbij. Ik heb echt 4 beurten lang echt misschien maar één of geen pion gegooid. Nou, dat ging steeds beter. Breda Nu. Je weet het meteen.